samen in flow bent, kun je dingen die je niet kunt zonder flow. Dan moet je maar eens kijken in voetbalteams en andere sportteams. Een team in flow kan zoveel meer. Dus dat is altijd weer de vraag. Waar komt dat dan vandaan? Het komt van principes. Niet van methodes, niet van procedures, maar van het samen belichamen en beleven van principes. Zodra je de principes van het systeem kent, zegt Stephen Covey, en je respecteert ze, dan kom je dus bij het vermogen om in synergie met elkaar een soort superorganisme te worden. En hier staan een paar voorbeelden van principes: openheid, respect en vertrouwen. Het ziet er te simpel uit, maar dat is de power van principes. Iedere keer dat wij principes overtreden, komen we weer in problemen, moeten we weer problemen oplossen.